Oh meiden, het ruikt zo lekker allemaal. Kijk hoe het eruit ziet. Shea butter, macadamia oil, vitamine E. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag heb ik echt een heleboel leuke ditjes en datjes. Ik film dit letterlijk midden in de nacht. Misschien dat je dat ook een beetje aan mij kan zien. Niet zonder een reden, want ik ga dus een heleboel leuke verzorgingsproducten testen. En dit leek me echt perfect als een soort avondroutine voor mezelf. Dus ik wilde net naar bed en ik dacht, wacht eens even. Ik heb echt heel veel. Echt heel veel van alles wat. Dus dat ga ik zo aan jullie even laten zien. Ben je benieuwd? Blijf dan gezellig even kijken. Doe ook alvast je duimpje omhoog. En abonneer je ook even op het kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Zoals ik al zei heb ik echt een heleboel. Maar juist omdat ik heel erg veel wil uitproberen. Moet ik dat even handig indelen. Anders ben ik echt 3 uur hiermee bezig. En ik wil ook een keer naar bed. Dus het allerhandigst leek mij om met deze cleansing pore strips. Om daarmee te beginnen. Dit is hoe die eruit zien. Super schattige verpakking. Trouwens, even leuk om te vermelden is dat alles wat ik vandaag laat zien onder de 1 euro is. Het was echt een soort van een challenge ook meteen. Om alles te vinden wat onder 1 euro was. Oké, dus we hebben de Cleansing Pore Strips voor de neus. En dat gebruiken natuurlijk om je meeeters te verwijderen. Nou, dat is zo schattig allemaal. Kijk, dit zit er allemaal in met allemaal leuke patroontjes. En je moet natuurlijk je make-up eraf halen van je neus. Wacht, dat doe ik gewoon even plaatselijk. Hoop, ik loop ook meteen weg. Als ik het erop geplakt heb, dan laat ik even alles zien wat ik heb. Maar dan heb ik het in ieder geval alvast opgeplakt. Gebruik even micellair water om mijn make-up te verwijderen. En om alvast mijn neus een beetje vochtig te maken. Mijn make-up look zit er echt al de hele dag en de hele avond op. Ik ga natuurlijk zo meteen alles even goed verwijderen. Maar ik doe het nu heel even plaatselijk. Zo schattig. Dan moet ik even dat plasticje eraf halen. En dan moet ik dat erop plakken. Oeh, met deze nagels is dat echt altijd wel een fantastisch goed idee. Oh. Ik probeer dus nu de hele tijd een of andere plastic laagje eraf te halen. Die daar überhaupt niet af hoeft. Nou, wat dom. Dit is hem al gewoon. Oké, ik heb wel een geur van natter gemaakt. Nou, dat ziet er echt fantastisch uit. Nu dit aan het drogen is, ga ik dus even de rest aan jullie laten zien. En dan begrijpen jullie misschien wat beter hoe ik het bedoelde met ik moet het echt even goed plannen. Anders ben ik tot morgenochtend ermee bezig. Ik heb 2 gezichtsmaskers meegenomen, want ik kon niet echt kiezen. Is wel van dezelfde lijn, maar eentje is dus met avocado. Dus voor softening en eentje is voor hydratatie. Nou, dat ziet er ook weer fantastisch uit. Ik denk toch dat ik voor deze ga vandaag. En dat is dus heel leuk, want dit is volgens mij zelfs met vitamine C. Extract van wilde roos en vitamine C. En deze is met extract van avocado en collageen. Maar ik denk dat ik vandaag even voor deze ga. En oeh, ik heb Becky's. Dit is niet helemaal een verzorgingsproduct natuurlijk, maar hoort er wel bij. Zou ik die ook meteen even in mijn haar doen? Dat is wel even leuk. Op deze, nog geen euro, was ik echt verbaasd over. Ik wist namelijk niet echt meer wat die kostte. Ik heb hier namelijk al eentje van. Zo leuk. Dit wordt wel echt een van de charmantere video's. Ik vind het enig. Dan heb ik nog een lipmasker. Deze heb ik meegenomen. Ook een gouden oogmasker. Dan heb ik ook nog een voetenmasker. Oeh, dat kan ik ook eigenlijk direct even doen. En een handmasker. En ik denk dus dat dat ook soort van aan het einde moet. Want anders dan kan ik echt al helemaal niks meer. En ik heb een lippenbalsem meegenomen. Want dit is hoe die eruit ziet. Zo schattig. En ik zag hier een kleine aardbei. En ik dacht, ja, dit wil ik gewoon proberen. En ik wil dat eigenlijk even direct opdoen. Kijk nou. Oeh. Ruikt wel echt lekker. Maar is niet heel erg overdreven. Proeft ook echt nergens naar. Volgens mij is die helemaal droog. Hij voelt in ieder geval ook echt hard aan. Ik ga hem proberen eraf te halen en kijken wat het doet. Oeh. Oké. Okay. Wacht, ik denk dat ik de huid strak moet houden. Oh. Hij zat wel echt heel goed vastgeplakt. Als ik zo kijk, dan zie ik wel een soort van hele kleine dingetjes. Maar niet dat ik denk van, wow. Niet heel boeiend. Het voelde wel echt alsof het van alles uit had getrokken. We moeten wel even door, want het is nog een druk avondschema zo. Ik ga voor de Wild Rose Sheet Mask. En ik ben zo benieuwd hoe het ruikt. Ik hoop echt dat het naar roze ruikt.
Ja. Oeh, en hij is mooi roze. Zie je dat? Oeh, ik heb mijn make-up nog op. Niet heel handig. Oké, ik ga mijn make-up eraf halen. Daar gaan we. Ach, dat vind ik zo schattig nu al. Dit ruikt zo lekker. Nou, dit is toch gezellig? Ik smeer het even een beetje uit. En dan laat ik het heel even intrekken. Zal ik de handmasker nu doen? Mijn handen zien er op zich vrij goed uit. Ik moet zeggen, ik ben altijd wel heel goed in smeren. Ik wou dat jullie dit konden ruiken. Dit is zo lekker. Oké, handen. Dit is maskertje voor je handen. Ik moet zeggen, ik heb hem volgens mij vaker gebruikt. Hier zit dus echt van alles in. Shea butter, macadamia oil en vitamine E. Oh ja, 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 dat heb ik zeker vaker gebruikt. Oh, je ziet het gewoon helemaal binnen zitten. Althans, ik weet niet of je het kan zien op de camera. Oh, al die lekkere geuren. Oh, dat ruikt ook echt zo lekker. Hoe werkt het nou? Zo, dan kan je het soort van dicht maken. Voelt wel gek hoor, zo'n natte handschoen. Oh meiden, het ruikt zo lekker allemaal. Het is wel chill, omdat het niet nat is aan de buitenkant, kan je dus wel gewoon dingen doen. En ik heb dus echt het gevoel dat ik dit al een keer eerder heb gezegd. Ik zweer dat ik deze handschoenen al een keer eerder heb getest. Ook in een video, maar ook gewoon in het echte leven. En volgens mij zeg ik gewoon elke keer weer hetzelfde. Oeh... Lekker veel crème. Ik ga dit even uitsmeren. Het voelt ook gewoon als gewoon een hele goede, dikke handcrème. En dan vraag ik me eigenlijk af wat nou het verschil is tussen dit inderdaad of gewoon een goede handcrème. Maar misschien door die handschoenen en zo en omdat je dat echt bewust laat intrekken of op je huid zitten voor een tijdje. Dat het dan gewoon extra invloed heeft. Maar kijk, mijn handen zijn helemaal echt extreem goed ingesmeerd. Maar er zit ook echt nog steeds een laagje op. Want het is gewoon hele dikke crème. Ik smeer het helemaal uit. Naar mijn ellebogen ook. Ik zou echt mijn hele lichaam hiermee kunnen insmeren trouwens. Een maskertje gaat eraf, want het zweeft al bijna. Er zit ook een lekker veel serum. Ik smeer het even uit met dat maskertje. Want mijn handen zitten natuurlijk doorweekt met andere crème. Nou, in ieder geval gehydrateerd voor het leven. Maar we moeten door. En ik ga even deze oogmaskers gebruiken. En de lipmasker. Dus het wordt helemaal goldy. Daarom dacht ik ook superleuk dit bij elkaar. Kijk hoe dit eruit ziet. Dat moet je dus rondom je ogen doen. Ik dacht dus dat het alleen een patch was voor eronder. Maar het is helemaal voor omheen. Nou, wat hilarisch. Nou, het ziet eruit. Het wil niet blijven plakken, maar dat is logisch ook. Want mijn hele gezicht is natuurlijk glibberig. Goed, ik ga nu deze opdoen. En dan moet ik echt even mezelf stilhouden. Nou, dit is superleuk. Helemaal goldy ben ik straks. Kijk. Nou, daar gaat ze. Ik zit even te kijken hoor. Ik voel echt helemaal gehydrateerd en ingesmeerd als een botertje. Als een boterkoekje. Hoe chill zou het zijn als ik hier dan uiteindelijk morgenochtend helemaal knap wakker word. En dat ik dan een budget goede masker heb gevonden. Dat zou heel chill zijn. Ik vond het ook echt een hele leuke skincare avond. Wat ik minder leuk vond is die koude natte sokken. Maar het is voor een goed doel. Maar ook dit kan er nu echt af. Het voelde zo raar toen ik mijn voeten erin deed. Oké, wat ik nu ga doen is een sok aantrekken. En daar ga ik gewoon mee slapen. Dit voelt wel echt heel goed. Oh mijn god, ik denk dat die voetenmasker wel echt mijn favoriet was trouwens. Alles voelt zo lekker zacht. En normaal gesproken hou ik niet echt van lavendelgeur. Maar deze vond ik echt heel lekker. Ja, dus de voetenmasker is sowieso mijn favoriet. Die vond ik heel chill. Ik moet zeggen, de handenmasker ook. Dan heb ik eigenlijk alleen nog dit om te proberen. Maar dat doe ik natuurlijk even een andere keer. Mijn huid is al helemaal aan het hoe. Jongens, zoals altijd heel erg bedankt voor het kijken. En natuurlijk niet te vergeten dat het assortiment bij Action heel snel verandert. Dus mocht je iets leuks gezien hebben, wees er snel bij. Dan wil ik jullie heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!